Sport in Grauw. Wereldwijd, maar toch dichtbij. Nou Jos, ik wil toch even met jou beginnen. Nieuw dit seizoen bij Midfriesland. Ja, klopt. Hoe voelt het? Goed tot nu toe. Beetje dichterbij. Dichterbij? Ja, hartstikke goed tot nu toe. Mooie dingen al meegemaakt. We gaan er hard met z'n allen voor. We zijn er op zich goed op, dus ik vermaak me hier prima. Ja, de bewuste keus voor jou, nieuw seizoen, nieuwe club, hè? Ik had vorig jaar de kans al naar hoofdklasse te gaan. Toen heb ik gezegd, ik ga nog een jaar proberen met mijn eigen club. Dat is dus dit jaar eigenlijk door Midfriesland niet gelukt. We hebben gesprekken gehad en uiteindelijk besloten hierheen te gaan om toch die stap hoger op te doen. Dan praat je met een trainer, coach Peter Tolsma. Hoe komt hij op je over? Heel veel rustiger dan ik had verwacht eigenlijk. Oh, wat hebben we dan? Rustiger? Ja, rustiger. Rustiger? Ja, inderdaad. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee, je kent hem natuurlijk alleen van, we hebben altijd hele heftige wedstrijden wat tegen elkaar gehad, kunnen we wel zeggen, denk ik. Ja. Dan is alles natuurlijk verhit en dan zie je hem eigenlijk hier gewoon rondlopen op het veld en als trainer en altijd, bijna altijd rustig. Dat had ik niet verwacht. Maar ik denk dat Peter een hele goede gast is en dat het gewoon helemaal prima gaat. Harm, hoeveel stoot hij thuis bij Midfriesland? Ja, ik vind hem hier ontzettend thuis. Ik speel hier al mijn hele leven. Eerst Stormfriers en toen Midfriesland. Ja. Dus ja, ik ken hoop en ik vind hem ontzettend thuis. Ja. Ja, we gaan dan beginnen, Albert en Hans hier even, de weromblik op de fusie. Is dat goed West voor jou als speler? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk, en dat zie je denk ik wel bij meer clubs. Ik denk als je echt wat wil bereiken, dan moet je de Bingin Lietse vereniging meer die op heeg niveau mooi draaien. Dus dat je echt de volle berik en dan maak je misschien wel samen. En bij u had dat wel werken, denk ik. Ja, ja, daar mag je wel de koers krijgen. Die heeft hij grepen, hè? Hoe bedoel je? Om in een selectie te komen, de basis te komen. Ja, die ga ik krijgen. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik denk ik dat dat voor het publiek, net om Jas, maar voor het publiek, thuispubliek, ik leuk is dat er spelers die vanuit de jeugd sjoen haar. Dat je die dan in het eerste sjuggen. En ja, natuurlijk, Jas wil het ik fantastisch, Denner dan. Maar voor het publiek is dat ik mooi, denk ik. Ja. Sieders natuurlijk als jonkje had wel op de tribune. Wie denk je dat een voorbeeld binnen de club? Ja, dat wie natuurlijk Marvin. Ja. Marvin Smorenburg. Ja. Ja. Sorry? Ja, ik vul om Smorenburg. Ja, Marvin Smorenburg. Ja. Ik heb verstaan van het. Wie altijd mooi om te zien. Inderdaad, was zoals we zien altijd. Als mansjes gingen we mooi, maar de bus oeral hinnen. En dat is gewoon. Dat goede herinnering haak ik er echt om vroeger. Ja. Ja. Jos, voor jou, zo'n interage hier vandaag, wat gaat er dan door je heen? Ik kijk van tevoren natuurlijk die zaal rond. En dan. Het is helemaal vol. De tribunes zijn vol. Er zijn extra banken en stoelen neergezet. En dat je toch wel bij jezelf, het leeft echt. En hier doe je het toch wel voor. Dat er dan zoveel mensen komen kijken. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, en je hebt nu een vast plekje eigenlijk, hè? Sorry, wat zei ik? Een vast plekje in de basis nu. Ze kunnen niet meer om je heen. Ik heb 2 maanden niet in de eerste gespeeld doordat ik mijn pols gebroken had. Ja, gevallen van de trap volgens mij. Nee? Ja, klopt. Ik ben met Hoe mijn eigen. Nou? Ik was aan het koken en ik was gewoon tussen mijn kamer en de keuken heen en weer aan het rennen. En toen van de trap geleden met mijn eigen lichaam echt op mijn pols geland. Ja. Dus ja, helaas. Dus toen poos niet gekorbeld natuurlijk. En nu weer teruggekomen, 2 wedstrijden in 2 gespeeld. En gelukkig weer de kans gekregen om in 1 te staan. En ik ga er nu zo hard mogelijk voor om lekker die punten te gaan pakken weer. Ja, wat ik wel mooi vind, de concurrentie moet aan de bak. Want Jos staat er ook. Zo'n gevoel hebben we dat vorige week al. Sorry, wat zei? De concurrentie moet aan de bak. Want jij staat ook voor een basisplek in ja, de rij. Ja, klopt. We vechten er met z'n allen om. Ik denk dat dat goed is. Want dan hou je elkaar scherp. En ik denk ook dat... in principe, Jacco die valt er dan nu helaas net weer buiten. Maar je ziet dat Jacco het gewoon de afgelopen wedstrijd hartstikke goed gedaan heeft. Ook al zijn goals meepakt. Ik denk ook niet dat het een verzwakking of iets dergelijks zou zijn. We gaan er gewoon lekker hard voor met z'n allen. En we komen er echt wel. Ja. Harm van Dijk, kampioenschap. Field, in de zeel. Just weer waarom. Van vorig jaar bedoeld. Ja. Dat is fantastisch. En het eerste en het tweede. Dus dat is. Dat maakt je net vaak mooi, denk ik. Nee, dat. En mooi, ik. Die laatste wedstrijd toen, daaruit. Toen is het ook mooi vast. Ja. Ja, dat de sfeer wie goed. En dat vind ik gewoon fantastisch om mooi te maken. Ja.
dan de zeel. Maar dan doe je met ik nog even op het veld. Ja. Dat is Alex verrassend. Je verwacht je net, hè? Nee. Nee, dat weer een mooi, weer een mooi seizoen. Absoluut. Absoluut. Ja, denk je deze laatste week van december ik nog wel eens aan? Nou, ik had Johannes, die zijn vriendin, die had een boek maken van Arun het seizoen. En die zit me maar op mijn kamer. Dus altijd dat ik dat boek zie, dan denk ik er sowieso wel weer om. Dus dat komt vaker nog weer om. Ja. Hoe is de communicatie onderling? Hoe is de communicatie onderling met de spelers en zo? Wordt er constant bij de trainingen ook Nederlands gesproken? Hangt van de trainer af? Nou, in principe kunnen we gewoon nee zeggen. Nee, als ik het echt niet begrijp, dan vraag ik gewoon iemand anders van de spelers van jongens, samenvatting, wat gaan we doen? Ja. Maar over het algemeen, nou, de details volging echt maar alle grote lijnen, dat is geen probleem. Maar hij mag dat ik maar een beetje leren, hè? Ja, hij moet het leren. Hij moet het leren natuurlijk. Hè? Het gaat nog niet zo heel snel, moet ik zeggen. Maar hey, Bolly, je voelt je wel thuis binnen de vereniging? Ja, ik ben voor mijn gevoel heel snel in de groep opgenomen en ik denk dat ik het met iedereen goed kan vinden. Dus dat is absoluut geen probleem. Waar kom je vandaan dan, oorspronkelijk? Ik speelde bij AVO vorig jaar. Ja? Uit Amsterdam, maar ik woon nu al een aantal jaren in Groningen. Okay. Dus ik rijd nu naar elke training en wedstrijd dan van Groningen rijd ik naar Friesland toe. Je hebt de spelersauto, toch? Ja, met de spelersauto. De grijze auto die hiervoor staat. Ja, die staat hier voor. Voor de sponsor. Harm rijdt ook altijd gezellig mee. Die komt, Harm woont ook in Groningen. Ja. Studeerden jullie in Groningen? Ik studeerde er. Ik ben net afgestudeerd en ik werk nu boven Groningen. Oké. En doos je de eerste ingrediënten? Ja. Wat voor richting? Ik doe sportkunde. Kijk, ja. Nou, mooi kijk, toch? Kijk. De juiste man op de juiste plaats. Ja. Heren, bedankt voor het mooie seizoen. Ik vertwaar toen jongetje de allerbeste wensen natuurlijk. Sportief seizoen, maar ik gezondheid. En maak er weer een mooi seizoen van. Ja. Bedankt. Dank je wel. Je bedankt. Cheers. Joop, heeft nog even het op een plank lezen? Ja, hij schakelt gelijk in, hè. Hey, we kennen hem, hè, hey. Ja. Nog maar. Van het paar sprekers. Eén spreker dan. Twee sprekers. Als men een drankje naar jou zou vernoemen, dan zou je heel de avond bij me zijn. En als de natte hemel vult met sterren, dan voel ik jou van binnen hier diep in mij. Als men een drankje naar jou zou vernoemen, dan dronk ik jou natuurlijk altijd nu. Oh, sorry.